En dan is het tijd voor de sport. Het amateurvoetbal was afgelopen weekend nagenoeg volledig afgelast. Alleen een aantal wedstrijden in de hogere klasses gingen door. En weer zijn daarom op zoek gegaan naar een fijne andere sport waar we verslag van kunnen doen. We kwamen uit bij waterpolo. Hella Slana uit Sittard speelde namelijk een Limburgse derby tegen RZ uit Remuin. En de Toesploeg die zijn nog in de race voor de titel. Zwembad De Nieuwe Hatenboer in Sittard is het Toesbad van Hella Slana. Vloog die in de eerste klasse A van de regio Zuiddivisie 15 wedstrijden speelde en maar liefst 15 keer won. En dan werd ze dus ook dat de ploeg op een eerste plek staat in de competitie. Op deze zaterdagavond is RZ uit Remuin te gast. En dat is een middenmotor in 1A. De Toes vloog dus uiteraard favoriet en zie komen dan ook op voorsprong. Eigenlijk al in de eerste aanval van de wedstrijd meteen de score en Hellas op voorsprong. RZ maakt in die openingsfase gaat aanvallende fouten en moet dan toezien wie Jurriaan Greve opnieuw aan mocht liggen. En hij scoort de 2-0. Aan de andere kant van het bad zijn van Daan Wolfswinkel van RZ. En hij gooit de bal neer. Natuurlijk het de gast uit Remuin vooralsnog niet om de toesploeg bij te haaien. Keeper Miranowski van RZ heeft de bal metgegeven aan Zeles. Hij probeert zichzelf ruimte vrij te maken en Zienewarp gaat ook neer. En zo lukt het RZ dus de twee keer toe niet om het druk te doen aan de 2-0 achterstand. Dan de toesploeg weer met een grote kans en via de lat over. Spectaculair moment en nog altijd in de eerste kwart van de wedstrijd. De toesploeg is beter, creëert kansen, maakt beter gebruik van de ruimtes in het bad. Teampaas en dan toch de worp, maar keeper Miranowski houdt gewoon in de gaten. Bal dan weer naar de overkant. Dan is het even wachten op aansluiting en dan gaat er dan wel komen. Er komt een grote kans aan, maar uiteindelijk toch goed verdedigend werk van Hella Slana. Dan kan de toesploeg er heel snel uitkomen en dan ligt het helemaal open. En is het een open kans voor Jurriaan Greve en die mist het natuurlijk niet. En voor de topscorers van de toesploeg, Jurriaan Greve scoort. En dan is de score dus 3-0. En dan weten we eigenlijk al welke kant het opgaat deze wedstrijd. De ongeslagen ploeg, de toesploeg, kreeg kans na kans. Dit is een overtreding aan een 5 meter bal gegeven. Dat is een klusje voor Jurriaan Greve. Opnieuw de score 4-0. Kunt RZ uit Remuin nog iets scoren in het eerste kwart, dan moet het nu langzaam gaan gebeuren. In zin van een overtreding, aanvallende fout gezien van Daan Wolfswinkel, die daar niks van begreep. En vooralsnog kijk Simploog tegen een 4-0 achterstaande aan in een kwartwedstrijd spelen. RZ dat niet helemaal compleet begos aan deze wedstrijd, missen een aantal spelers deze avond en dat wil ze eigenlijk niet tegen de koploper natuurlijk. Won tot nu toe 8 wedstrijden, verloor er slechts 7. En daarmee staan ze keurig in de middenmoot. Aansluiting bij de top van de competitie zit er dit seizoen waarschijnlijk niet meer in. Beelden uit de tweede kwart. Rick Domen in balbezit. Wat gaat er doen? Het lopje in de verre hoop. Onhaalbaar voor keeper Miranowski. Uitspelen lukt niet bij deze verdediging, dus maar een keer van afstand. Wolfswinkel probeerde het. Bal tegen de pol. En dan weer Hella Slana, dat af en toe met een man meer speelt. Vanwege Tietstrove, met name RZ. Mons Dukker met een man minder in het bad. En dan gaan niet alle ballen erin. Dan kan RZ er toch goed komen, ondanks dat ze met een man minder zijn. Bijvoorbeeld via Zeles over de Ziekuin. Een hoge bal en dan gaat nog maar net over via de lat. En zo zit het RZ in deze wedstrijd ook niet echt met. Toesploeg maakt zich ondertussen geen zorgen. Ze spelen Frank Den Vrie. En hier komt weer een treffer aan. De goal. Kans vrijgelaten. En nu een treffer door Jurriaan Greve. RZ dan weer in de aanval. Of nog altijd op zoek naar de eerste treffer. Nu dan misschien via Van Ark. En dat is er binnen. Gelukkig de eerste treffer voor Remuin ook op het scorebord. Tijd bijna 2 helften gedoord. Maar RZ is gelukkig van de nul af. Beelden dan uit de tweede helft. Derde periode. En al meteen een overtreding bij de start ervan.
Balbezit is nu weer voor de Toesploeg, dat nu de andere kant op speelt uiteraard. Spannende beslissing van de scheidsrechter. Scheidsrechters komen echt tekort in deze wedstrijd. En komt dan nummer 7 aan. Jawel. Julian Greve opnieuw met de score. Wolfswinkel is in de goal gegaan bij RZ in de tweede helft. Andere keeper dus. Dit is vrij gedaan, maar daar staat natuurlijk ook nog altijd keeper Leon Bloemers met een prachtige redding. RZ in balbezit. En het shot op de pol. Keeper zit er opnieuw goed bij. En zo kreeg RZ wel de kansjes, maar zitten we in deze wedstrijd ook niet echt net. Aan de andere kant weer de hele snelle uitbraak. Free doorgeven, uitspelen. En dat is door de 8e treffer van de wedstrijd. En dan zien we toch wie snel dat de Toesploeg de bal aan de overkant kreeg. Dit doelpunt was van Tom Tolboom. En nu de kans en een fraaie redding van Wolfswinkel in de goalstijd in de tweede helft. Kreeg de bal dan terug en gaat hem goed net over de zijkant. Kunnen een kans opleveren. En dit is geen probleem voor keeper Leon Bloemers. Het rondspelen van Hellas Lanen. Zoeken naar de vrije man. Man meer in het bad. En dat wordt fantastisch goed gespeeld. Maar dan wordt er een overtreding gezien door Donner Scholz. Want nu uit de scheidsrechter even gaat uitleggen. Overtreding geconstateerd en doelpunt gaat niet door. En toen komt Borbino aan het einde van het derde kwart. Is de bal die keeper Leon Bloemers. 6 seconden. En dan tikt de tiet langzaam weg. En dan probeert het maar eens even zelf. Ja, het zou dich maar lukken van Doe te scoren. Nog 1 kwart te gaan en de score is 8-1. En de Toesploeg gaat op een overwinning af. En kunt weer een stapje dichter bij het kampioenschap. En voorzien opnieuw de doelpunten. Dit keer de treffer van Scholz. Brengt de score op 9-1. Overtreding gezien op Wolfswinkel. Hij houdt zelf maar een keer uit en hij scoort. 9-2 op het scorebord. En gelukkig weer een treffer voor de gasten. Komt door, treffer nummer 10. Nee, via de lat. Druk het bad in. Hellas Lana opnieuw in de aanval. De bal is bij Julian Greve. Onder de zijkant. Steek komen Drent. Drent, dreigen, Drent en de goal. En dat is dan de 10e treffer van de wedstrijd. Door Colin Drent. 10-2 op het scorebord in dit 4e kwart. En hier wordt het dan nog erger. Ja, dat is nummer 11 door Rick Dome. Er zet hem nog een keer erin. Nee, prima redding van Leon Bloemers. Goeie keeper uit de Toesploeg. Hellas Lana. Dit is Rick Dome. En hij scoort. 12-2 op het scorebord. En ondanks dat er dan toch nog behoorlijk gaat tiet op het scorebord staat, wordt er niet meer gescoord. En zo wint Hellas Lana ook zijn 16e wedstrijd dit seizoen. 16 wedstrijden spelen en 16 keer winnen. Ja, als ze dan op die manier kampioens kunt leren door alleen maar te winnen, dan is het natuurlijk meer dan verdiend. Het eindsignaal heeft geklonken, de gast Utrumin. Is het niet gelukt om de titelkandidaat van een overwinning af te houden? Klinkende cijfers, 12-2. Hellas Lana op weg naar de titel in de eerste klasse A van de waterpolo-competitie Zuid.